BBB, mevrouw Van Oplas. Ja, dank u wel. En aan alle inleiders veel dank voor de interessante inleidingen. Ik heb een vraag voor de heer Van Andel. In uw position paper schrijft u iets over voedselinflatie, waarin u de Kamer vraagt, heeft u nagedacht over de potentieel enorme voedselverspilling al op het land, die het rücksichtloos verbieden van pesticiden tot gevolg gaat hebben? En daarin schrijft u, dat is eigenlijk te veel op te noemen in deze pagina's, maar ik wil u graag de gelegenheid geven, dat is dus ook mijn vraag, kunt u uitleggen wat dat voor gevolg gaat hebben voor de voedselverspilling en de voedselproductie? Meneer Van Andel. Ja, dankjewel voor de vraag. Als je kijkt naar duurzaamheid, dan is het belangrijkste vraagstuk, denk ik, een van de belangrijkste vraagstukken is voedselverspilling. Dat is denk ik ook algemeen onbekend. Wanneer wij, zoals u zegt, zoals ik zei, rücksichtloos gewasbeschermingsmiddelen gaan verbieden, dan zul je zien dat voedselverspilling enorme hoogtes gaat aannemen. We hoeven niet ver terug te kijken. Zomer 21 en dit jaar eigenlijk ook. Maar zomer 21 was het nog wat markanter. Dat de biologische uien en aardappels. De opbrengst ging gewoon door midden en soms nog erger. Door ziektes die ik kon voorkomen. Doordat ik nog gewasbeschermingsmiddelen had. Nou, als we het specifiek over herbicide hebben en glyfosaat. Ja, als je zonder herbicide komt te zitten. Dat zagen we in zomer 21 ook, want toen zat het weer tegen. En waren de mechanische methodes waren gewoon niet afdoende om die uien schoon te houden. En als je een paar weken het land niet op kunt komen met je schoffelmachine, komt gewoon af en toe voor dat het te nat is. Ja, dan ben je te laat. Dan is je uien zijn verstikt door het onkruid. En dan kun je van alles willen, maar dat is gewoon de praktijk. Als boer werken we met de natuur. Wat we doen is cultuur, maar we werken wel met de natuur. Je hebt ermee te maken. Je hebt te maken met invloeden waar je geen invloed op hebt. Als je ons alle gereedschappen uit de handen slaat, die gereedschappen die we dus nu nog hebben om enigszins invloed uit te oefenen, ja, dan is het gauw klaar, hè? Dan ga je hele grote risico's nemen. Inderdaad, voor je voedselzekerheid. En over voedselzekerheid wordt veel te weinig gesproken in deze hele discussie. Ja, dank u wel. Ik had nog een vraag voor de heer Van Andel. Want het gaat hier inderdaad ook over dit soort blokje, ook landbouwpraktijk. Ik heb begrepen dat zonder glyfosaat gebruiken, en dat gaat ook de mechanische bewerking, dat moet ook omhoog. Dat jaarlijks 8 miljoen liter extra diesel kost, hè, om zeg maar met machines op het land te gaan. Kan de heer Van Andel uitleggen, ja, welke gevolgen dat nog meer heeft? Hè? De voedselverspilling hebben we net gehoord. Maar ook bijvoorbeeld voor het milieu, hè, door meer machines te gebruiken, noem maar op. Kan de heer Van Andel daar nog iets over toelichten? Meneer Van Andel. Ja, het is niet alleen diesel, want het is ook natuurlijk de propaanbrander, de vlammenwerper. Die gaat bij mijn biologische buurman ook over het gewas, voordat het opkomt, over het land heen. Dat vinden de insecten ook heel leuk als die vlammenwerper er overheen komt. Maar de vraag was de hoeveelheid diesel. Kun je de vraag nog een keer? Ja, de vraag was gewoon qua milieudruk. Hè? Dus we hebben meer mechanische bewerking, dus ja, meer dieselgebruik. De vlammenwerper noemt u nu. Ik was even benieuwd. Kunt u het verder uitleggen wat dat dan nog meer betekent op het gebied van milieu? Ook interessant. Ja, nou ja. Ja, mijn buurman is, toen ik wegreed, zag ik hem bezig met, had nog wat grasklaver staan, wat hier helpt met een veeboer. En dat was hij nou aan het klein hakselen, met voor op een frees en achter op een frees, in een slakkengang over het land. Het kost denk ik zeker 30, 40 liter diesel per uur. En dat moet straks nog een keer, want het groeit gewoon weer vast, het gras. Het is enorm wat ik ook op mijn bedrijf, doordat ik straks zonder glyfosaat, want ik ben er een beetje van uitgegaan dat het besluit al lang genomen is, wat ik meer aan diesel ga gebruiken. Want ik ga ook meer ploegen en ik ga ook veel meer bewerking uitvoeren met mijn trekker. En natuurlijk, dankjewel. Ja, nog om eraan toe te voeren, op termijn, jullie zullen zeggen, alles wordt elektrisch, ja. Dat op een dag.